Deze les gaat over hoofdstuk 10, paragraaf 3 en vandaag behandelen we de gravitatiekracht. En de paragraafvraag van deze les is: welke eigenschappen heeft de gravitatiekracht en hoe verklaren we daarmee de regelmaat in de bewegingen van de planeten in ons zonnestelsel? We gaan kijken naar de baansnelheid van planeten. En we weten dat de gravitatiekracht de kracht is die verantwoordelijk is voor de cirkelbaan van de planeten en dus de gravitatiekracht werkt als middelpuntzoekende kracht. En als we dan naar de verschillende planeten kijken in ons zonnestelsel, dicht bij de zon en ver weg van de zon, dan zien we, dat is natuurlijk ook logisch, dat de baanstraal heel erg toeneemt. Tegelijkertijd zien we dat de baansnelheid afneemt. Dus de planeten die dicht bij de zon staan hebben een hoge baansnelheid en de planeten die ver bij de zon vandaan staan hebben een lage snelheid. En de vraag is, kunnen we het verband tussen die twee vaststellen? Twee massa's, hier en hier, of misschien wel een planeet en de zon, of de aarde en de maan, die oefenen een kracht op elkaar uit, namelijk de gravitatiekracht. En nu is het zo dat de kracht die deze massa uitoefent op die massa even groot is als de kracht die deze massa uitoefent op die massa. Dus het is niet zo dat je zou verwachten dat de aarde een grote kracht uitoefent op de maan, omdat de maan klein is ten opzichte van de aarde, en dat de maan dus een kleine kracht uitoefent op de aarde vanwege het feit dat de aarde heel erg groot is. Die krachten zijn gelijk en dat ontstaat door het wisselwerkingseffect van beide krachten, wat vastgelegd ligt in de derde wet van Newton. De kracht die deze massa uitoefent op die is tegengesteld gericht, maar even groot als de kracht die deze massa uitoefent op die. Dus, zoals gezegd, gravitatiekracht werkt tussen twee massa's. Tussen elke twee massa's is een gravitatiekracht. Dat is alleen merkbaar als de massa's heel erg groot zijn. Als we op aarde het aardoppervlak staan, dan noemen we het zwaartekracht. En we weten dat als we 1 kilogram hebben, dat de zwaartekracht op 1 kilogram gelijk is aan 9,81 newton. Op de maan is de zwaartekracht maar 1,6 newton op elke kilogram. Dan zou je verwachten dat het anders is, want de massa van de maan is 81 keer zo klein als de aarde. Maar de zwaartekracht op de maan is niet 81 keer zo klein als de zwaartekracht op aarde. En dat komt doordat de straal van de maan ook kleiner is dan de aarde. En daarmee zit je dus op de maan dichter bij het zwaartepunt van de maan. En dat bepaalt dat je dus weer een grotere kracht hebt. En dat brengt ons bij de gravitatiekracht. Fg, afgekort. Fg, de gravitatiekracht, is gelijk aan de constante g, maal de massa van het ene voorwerp, maal de massa van het andere voorwerp, gedeeld door r². Voor de duidelijkheid, Fg is de gravitatiekracht in newton, kleine m en grote m de massa's in kilogram, r de afstand tussen de zwaartepunten van de massa's en g de gravitatieconstante, namelijk 6,6726 maal 10 tot de macht min 11 newton keer meter kwadraat per kilogram kwadraat. Dat je de zwaartepunten aanhoudt is erg belangrijk, want de afstand van de aarde tot de maan is dan bijvoorbeeld de afstand tussen het middelpunt van de aarde tot het middelpunt van de maan. De gravitatieconstante kun je gelijkstellen aan de gravitatiekracht tussen twee massa's die allebei 1 kilogram zijn en op een onderlinge afstand staan van 1 meter. Een planeet rond de zon loopt in een cirkelbaan dankzij de gravitatiekracht. Die gravitatiekracht die werkt als een middelpuntzoekende kracht en die houdt dus de planeet in een cirkelbaan. Met andere woorden, de gravitatiekracht is gelijk aan de middelpuntzoekende kracht. We weten dat als we een twee keer zulke grote baanstraal hebben, dat de gravitatiekracht 4 keer zo klein is. Maar de benodigde FMPZ, de middelpuntzoekende kracht, is maar 2 keer zo klein. Maar hij moet 4 keer zo klein zijn en dat betekent dat de baansnelheid dus ook kleiner moet zijn. De gravitatiekracht moet natuurlijk ook voldoen aan de zwaartekracht op het aardoppervlak en daar moeten we dus de valversnelling uit kunnen halen. Dat betekent dat de zwaartekracht op het aardoppervlak gelijk moet zijn aan de gravitatiekracht op het zwaartoppervlak. Oftewel, m maal g is gelijk aan gm
groot M gedeeld door R kwadraat, waarbij R de straal van de aarde is, omdat we op het aardoppervlak zitten. De M kunnen we wegstrepen en we kunnen de G dus overlaten. En dat is dan grote G, de gravitatieconstante, maal de massa van de aarde, gedeeld door de straal van de aarde in het kwadraat. En ook hier blijkt dus weer dat de valversnelling niet afhangt van de massa. En dan komen we nu tot het punt waar we de relatie kunnen zien tussen de baansnelheid en de straal. En dat doen we als volgt. We zetten weer de middelpuntzoekende kracht gelijk aan de gravitatiekracht. Oftewel mv kwadraat gedeeld door r is grote g, kleine m, grote m, gedeeld door r kwadraat. De massa's kunnen we wegstrepen. De r kunnen we ook deels wegstrepen. Deze r gaat weg en die strepen we weg tegen het kwadraatje wat hier staat. En dan hou je over v kwadraat is grote g, grote m, gedeeld r. Als we nu de r naar de andere kant halen, dan zeggen we dus dat v kwadraat keer r is grote g keer m. En dit is een constante, namelijk de gravitatieconstante en de massa van de aarde. En dan zien we dus dat v kwadraat omgekeerd evenredig is met r. Als v kwadraat twee keer zo groot wordt, dan wordt r twee keer zo klein. En we kunnen ook zeggen dat v omgekeerd evenredig is met wortel r. Maak nu, om te kijken of je het allemaal begrepen hebt, het rekenvoorbeeld. Gegevens zijn de baanstraal van de maan in zijn baan rond de aarde met een bepaalde maat, 384 × 10⁶ meter. De aarde heeft een massa van 5,98 × 10²⁴ kilogram gevraagd. Bereken de baansnelheid van de maan. Dus zet de video nu even stil, reken het uit en aan het eind kun je je antwoord controleren. En dan sluiten we weer af met de leerdoelen van deze paragraaf. Het begrip gravitatiekracht en het feit dat die kracht een wisselwerking heeft. De formule gravitatiekracht G kleine m grote m gedeeld door r kwadraat. En omdat die gravitatiekracht steeds verantwoordelijk is voor de middelpuntzoekende kracht, moet Fg gelijk zijn aan Fmpz. Zorg dat je deze begrippen en deze formules goed kent en dat je er goed mee kunt werken. Op de volgende slide nog het antwoord van de rekenvraag. Je mag bij het antwoord van de rekenvoorbeeld zonder meer gebruik maken van deze formule zonder dat je hem afleidt of bewijst. V kwadraat is dan dus grote g grote m gedeeld door r, de gravitatieconstante, de massa van de aarde en de afstand tussen aarde en maan. Oftewel 6,67 × 10⁻¹ maal 5,98 × 10²⁴ gedeeld door 384 × 10⁶ is 1,04 × 10⁶. We hebben dus v kwadraat uitgerekend om v te bepalen. Moeten we daar nog een wortel van nemen? En dat komt uit op 1,02 × 10³ meters per seconde. Ik hoop dat dit allemaal voor je gelukt is. Veel succes met de voorbereiding op deze les.